in feite hebben we al geruime tijd contact. Maar ik was afgelopen weekend in Nikeri. En daar heeft hij duidelijk en ook publiekelijk kenbaar gemaakt. Namelijk dat hij de VAP zal ondersteunen met zijn familie, met zijn hele bedrijf, met alle arbeiders. En hij heeft vol trots een VHP-vlag opgehangen voor zijn woning. En we hebben verwelkomd. Hij gaat ons ondersteunen in Nikeri. Hij gaat ons ondersteunen ook met inzichten die hij heeft op het gebied van de reissector. En hij gaat ons ook ondersteunen in de mobilisatie. Waarom wil hij de VHP ondersteunen? Ik denk dat deze vraag een vraag is die in feite bij aan ieder speelt, bij elke Surinamer. Als wij in onze campagne een slogan zeggen, red Suriname, dan is het niet een algemene slogan. Dan is het echt, red ons ondernemerschap, red onze reissector, red ons district, red onze landbouwsector, red ons gezin, red ons familie, red onze samenleving, red die onderwijzers, red die scholieren, red de werklozen die geen werk hebben. Het heeft een betekenis voor iedere beroepsgroep. Het heeft een betekenis voor elke sector. En ik denk dat daar in feite om gaat dat meneer Mangli afgelopen jaren gewoon gezien heeft hoe die sector daar in Nikeri kapot gemaakt wordt. Ik heb naar zijn interview geluisterd, zowel op lokale media, maar ook op internationale media. En wat er daar gebeurt is inderdaad heel triest. Hoe die sector systematisch is kapot gemaakt. Hoe bepaalde reisexporteurs in feite terzijde geschoven worden, hoe bepaalde bevoordeeld worden. Kortom, er is een beleid dat gevoerd wordt om die sector systematisch kapot te maken, maar ook personen die politiek anders denken heel rancuneus aan te pakken door deze regering. En ik denk dat hij ook gezien heeft dat wij als VHP een goed plan hebben. We hebben een goed wederopbouwplan. Hij heeft geluisterd naar het plan van de VHP voor het district Nikeri. Ik kan zich daarin terugvinden en ik denk dat hij ook op grond daarvan toegetreden is en een bijdrage wenst te leveren ook voor de wederopbouw van het district Nikeri. Nu is de strijd voeren om alle 5 zetels te halen. 4 zijn al binnen en met de ondersteuning die we ook krijgen van de heer Mangli. En uiteraard zien we ook andere prominente NDP'ers die op hun wijze ook een strijd daar in Nikeri leveren tegen het wanbeleid van de NDP. Dan noem ik zeker de heer Rashid Luki, die heel kritisch zich daar opstelt en ook heel wat feiten presenteert wat deze regering met Nikeri en met de sector gedaan heeft. En dat is wat we precies bedoelen. Het gaat om het land Suriname redden en uiteraard namelijk dat we afrekenen met het vernietigend beleid van deze regering.